Ferdy, was de aanloop naar deze wedstrijd anders dan vorige week toen je tegen FC Utrecht op de bank zat? Ja, het was de eerste keer vorige week. Dus ik heb vrijdag nog 90 minuten gespeeld. Dus dan hoop je het wel hoor, vandaag dat je nog speelt. En ja, het was vorige week was het even wat spannender omdat ik natuurlijk de eerste keer erbij zat. En dan is het de tweede keer. En dan hoop je er wel in te komen en dan kom je er uiteindelijk in. En dat is top. Hoe zijn de benen dan na 90 minuten Jupiler League voetbal? Ja, die voel ik wel, zeker weten, want daar geef ik ook alles. En dan probeer je nu ook die 10 minuten die ik inval, probeer je alles te geven. En dat lukt ook voor mijn gevoel. Dus wel zware benen, maar het lukt wel. Ik zag een warme knuffel met de trainer toen je erin mocht. Ja, inderdaad. Ja, blij. Wat zei hij? Ja, hij zei hard voor gewerkt. En dat is ook zo. Dus lekker dat hij mij erin brengt en mijn debuut laat maken. Ja, wat kun je dan nog in die 8, 9 minuten? Ja, zoveel mogelijk strijden. Elke bal vast proberen te houden. De bal kaatsen en proberen misschien nog een assist bijna op Thomas. En, schot van Ouwe Jan. Ja, en misschien nog een goaltje meepikken. Maar helaas, dat lukte niet. Ja, je kan natuurlijk goed vergelijken hè, met Jong AZ, met de Jupiler League waar je regelmatig uitkomt. Is de grote stap? Ja, het is wel een grote stap. Ja, zeker weten. Als je ook meetraint met deze jongens en nu meespeel. Dan voel je toch dat, ja, weet je, ze gaan er harder in, ze kleunen erin. En bij Jupiler League is het ook hard natuurlijk, maar je voelt toch dat het één stapje verder is. Ja, en het voetbal, zeker voor is, was om de vingers bij af te likken hebben van AZ. Ja, zeker weten. Echt, jezelf was echt heel goed. Ja, zeker. Vond ik ook genoten van op de bank. Het debuut staat achter je naam. Dit is een dag om nooit te vergeten? Nee, zeker niet. Ga ik ook niet vergeten. Nee.